Al heel vroeg vertrokken ze. Vanuit het hele land gingen boeren, vaak op de trekker, naar een protest in Stroe. Dat is een dorp in het midden van het land. Het zorgde vooral in de ochtend voor problemen op de weg. Trekkers rijden een stuk langzamer dan auto's en daardoor ontstonden er files. En eigenlijk mogen ze niet op de snelweg rijden, maar dat gebeurde op sommige plekken toch. In de middag zijn er tienduizenden mensen bij het protest, ook kinderen. Veel van hen komen zelf niet van een boerderij, maar willen er toch graag bij zijn. Waarom ben je hier? Ja, om de boeren te steunen vooral. Gewoon dat ze de boeren iets meer de gang laten gaan. Gisteren hoorde ik dat we vrij zijn vandaag. Dus er was heel veel, joepie en wij gaan allemaal kijken. Mijn opa is wel boer, dus die heb ik soms wel. Maar ik vind gewoon dat de boer gewoon moet blijven. Het protest is georganiseerd omdat boeren het niet eens zijn met nieuwe regels die de regering ongeveer 2 weken geleden bekend maakte. We kunnen er niet onderuit dat we een probleem hebben dat echt moet worden opgelost. Dat probleem is stikstof. Als die stof in contact komt met bijvoorbeeld uitlaatgassen of de mest van boerderijdieren, is het slecht voor de natuur. En daarom kan het volgens de minister niet anders dan dat boeren die dicht bij een natuurgebied wonen, moeten stoppen met hun bedrijf of minder dieren moeten gaan houden. De boeren vinden die regels niet eerlijk. En daarom dus het protest. Er is muziek, er zijn veel spandoeken en borden. En de actievoerders hebben het gezellig met elkaar. En er zijn politici, vooral die het met de boeren eens zijn. Meneer Wilders, waarom bent u hier vandaag naartoe gekomen? Nou ja, ik ben hier om de boeren een hart onder de riem te steken. Om ze te steunen en tegen dat verschrikkelijke stikstofbeleid. Dat hopen alle mensen die in Stroe zijn samengekomen. Dat de stikstofregels door het protest nog veranderen. Ik denk dat Rutte wel een beetje hiervan schrikt. Omdat hij denkt, zo, best veel mensen hier helpt. Zoveel mensen bij elkaar, die kunnen ze eigenlijk niet negeren, hè?